Ik heb het boek Marcel van Erwin Mortier gelezen. Dit boek zou ik persoonlijk aanraden aan iedereen die houdt van historische boeken, aangezien het boek zich afspeelt in twee tijdlijnen. De eerste is in de jaren 70, wanneer de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen staat van iedereen die eraan deelnam. De tweede tijdlijn is in de verhalen van de oude mensen die hebben gevochten of die kind waren in deze Tweede Wereldoorlog. Zie dit allemaal door de ogen van een ik-persoon, een klein 9-jarig jongetje. Andere personages zijn zijn grootmoeder en zijn ouders, die niet echt vaak aan het bod komen. Ik persoonlijk vond dit boek helemaal niet slecht en redelijk interessant, maar er ontbreekt een beetje actie volgens mij. En aangezien dat we alles zien door de ogen van een 9-jarig kind, kan dit zowel interessante als rare taferelen voor zich oproepen. Maar ik denk dat iedereen die zin heeft in een boek dat hem of haar doet nadenken, zeker eens naar dit boek moet kijken.